We zijn te gast bij Hospice Ezingen-Meppel. En we praten met de secretaris van de stichting, de heer Ben ten Lande. Ben, blij dat je ons wilde ontvangen. Graag gedaan. Ik heb begrepen dat je vanaf het allereerste initiatief van het hospice, bij het hospice betrokken bent. En waarom wij met jou praten is dat de stichting Mont Ventoux met name in de eerste jaren de nodige financiële bijdrage heeft geleverd aan de totstandkoming. Weet je nog om welk bedrag het ging in die tijd? Ja, dat moet je even een rekensommetje maken natuurlijk. Maar het was in 2010 en 2011 en ik dacht dat de eerste keer zo'n beetje 60.000 was. En de tweede keer, nou, 2 ton, goed 2 ton denk ik. En alles bij elkaar was dat een gigantisch fors bedrag voor het hospice Meppel. En wij waren er destijds ook enorm blij mee, want dat gaf ons ook de kracht en ook de stichting Vrienden van de kracht om verder te gaan. Want als je met zo'n beginfase vindt om een hospice op te richten in Meppel, ja, er komen enorm veel investeringen om de hoek kijken. Onder andere vaste lasten waar je dus de komende jaren mee voldoen hebt. Maar ook de inventaris die moeten aangeschaft worden voor een hospice. En dat zijn natuurlijk enorme bedragen die daar mee gemoeid zijn. We praten hier over een hospice van ongeveer van 4 kamers. We kunnen 4 gasten opnemen hier in het hospice. En ja, als je dan aan 1 bed heb je niet genoeg, want je moet dan 4 bedden hebben natuurlijk. En zo is alles 4 à 5 keer. Naast het aantal gastenkamers is er nog een logeerkamer in het hospice. En dat moet ook ingericht worden. En een huiskamer. Kan je nog zeggen waar dat geld, die 2,5 ton via de stichting Mont Ventoux, waar dat aan besteed is? Of is dat in een algemene pot gegaan? Dat is in grotendeels is dat in een algemene pot gekomen. En wel ook met name om ook naar de toekomst toe het hospice draaiende te kunnen houden. Wij hebben wel donateurs en daar zijn we ook heel blij mee. Het aantal donateurs moet ook groter worden nog steeds, maar dat is een vaste basis. Maar om ons begrotingstekort en exploitatietekort, wat er jaarlijks voor dit hospice is, moeten wij toch wel zien dat we dus daar bedragen voor binnen kunnen krijgen. En daar heeft de Mont Ventoux dus een behoorlijke bijdrage aan geleverd. Het grote doel van de stichting is natuurlijk geld bij elkaar te brengen voor onderzoek naar de bestrijding van kanker. Daarnaast besteden ze geld aan lokale doelen zoals dit. En de reden erachter was dat wij begrepen vanuit de hospicewereld dat wel zo'n 80% van de gasten, patiënten die jullie hier ontvangen, leidt aan kanker. Klopt dat beeld ook met de werkelijkheid zoals die nu is? Dat is in grote lijn ook het beeld van wat voor dit hospice is. En en dat is het. De meeste mensen lijden aan kanker natuurlijk die hier komen, ja. En is uitbehandeld in het ziekenhuis of waar dan ook, of het, in de thuissituatie. En dan kan men kiezen om thuis te blijven of opgenomen worden in andere verpleeginrichting, maar ook in het hospice. Want hoeveel gasten hebben jullie inmiddels gehad? Want jullie zijn geopend in oktober 2012, hè? We zijn in 2012 van start gegaan hier. Eind 2012 was dat. En tot op dit moment hebben we zo'n 150 gasten gehad hier. En dat is, dat aantal stijgt elk jaar. We zitten nu op een aantal van 50 gasten dit jaar. En als die lijn zo doorzet, dan wordt het fors. Dat is echt boven de verwachting toen we met het hospice begonnen. Dan ga je wel een plan maken. Hè? 4 kamers ga je richten en dan kijk je hoe andere hospices het gedaan hebben. En dan sta je er zelf versteld van dat er zoveel gebruik van gemaakt wordt. Want het voldoet echt aan de behoefte? Zonder meer, ja. Echt boven verwachting van het bestuur. We hebben destijds een onderzoek laten doen door een hogeschool. Of het wel zinvol zou zijn om in deze regio nog een hospice op te richten. Nou, dat gaf ons al, dat onderzoek gaf aan dat er echt behoefte was in deze regio. Maar dat er zo'n grote behoefte aan is, dat hadden we niet gedacht. Ook het onderzoek niet. Mag ik zover gaan om te stellen dat zonder de inspanningen van de fietsers, de hardlopers en de wandelaars die er van toe op gaan, dit niet tot stand gekomen zou zijn? Of is dat overdreven? Dat is een beetje overdreven. Wij hadden misschien er veel langer over moeten doen om het te kunnen realiseren.
Maar dit gaf ons een geweldige steun in de rug om door te gaan. En dat gaf ook andere sponsoren ook het idee van jongens, ja, er gaat nu wat gebeuren. Hè, er is nu een goede basis. En als we daarmee aan verder helpen om die basis dus invulling te geven, dan komen wij ook over de brug. En dat is ook een tendens geweest na 2011 dat er ook meerdere sponsoren kwamen. En ziet u nu nog kans als hospice om ook het werk van de Stichting Mont Ventoux te ondersteunen? Ja, uiteraard. Dat hebben we vanaf de beginfase hebben we dat hoog in het vaandel gehad om dat te ondersteunen. En er zijn ook vrijwilligers van ons hospice die regelmatig meedoen aan de Mont Ventoux. Ja. Oké, fantastisch. Bedankt en heel veel succes met jullie werk. Ja, graag gedaan. En we hopen dat we het nog eens een keer een beroep kunnen doen op de Mont Ventoux.